Hoe staat het met het zelfvertrouwen van de PvdA? De afgelopen dagen lonkte Mariette Hamer naar de SP... en zei staatssecretaris Frans Timmermans wel samen te willen werken met GroenLinks en D66. Nienke de Zoete is op een PvdA-bijeenkomst in Krommenie. Nienke, goedenavond. Eerst maar eens, ja, hoe sterk is die richtingenstrijd eigenlijk binnen de PvdA op dit moment? Nou ja, het is niet zo dat de rode banieren hier ten strijde trekken tegen de rode stropdassen over welke kant het nou op moet met de partij. Maar staatssecretaris Timmermans die wilde met zijn stuk discussie en dat heeft hij gekregen. Ik heb een aantal fractieleden gesproken en dan merk je dat er toch heel verschillend wordt gedacht. De een die zegt heel goed dat Timmermans eindelijk afstand neemt van de SP. We moeten weer onze eigen koers gaan varen, niet meer dat kopieergedrag, niet tegen die partij aanschurken en gewoon weer onze eigen gang gaan. De ander zegt nou, moi, ik vond het niet zo'n bijzonder stuk en die opmerkingen over de SP... Je kan prima met die partij samenwerken. Die komen er misschien vandaan dat Timmermans staatssecretaris van Europese Zaken is. En ja, wat Europa betreft is de SP misschien wat ouderwets. Maar voor de rest kan je prima zaken met ze doen. Nou, de leiding die bagatelliseert het een beetje. Die zegt, nou, het valt allemaal wel mee. Ze denken er eigenlijk behoorlijk hetzelfde over. Blijft staan dat Timmermans zegt, het is onmogelijk om met de SP samen te werken. Terwijl Mariette Hamer juist aankondigde om kopjes koffie met Jan Marijnis te gaan drinken. Nou, ik ga zo aan haar vragen hoe die kopjes koffie smaken en hoe het stuk van Timmermans haar smaakt. Maar opvallend is wel dat Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam, die zijn landelijke ambities toch altijd graag boven de markt laat zweven, vandaag voor onze camera graag wilde reageren en toch wel een duidelijke lijn koos. Ik vond het wel een mooi stuk. Goed geschreven, goede punten erin. Eigenlijk ook wel kort en krachtig. En een verhaal waar je zegt van nou, dat geeft richting aan de discussie die we hebben. Dat is een goede, moderne, sociaal-democratische lijn. Ja, zeker vind ik dat. En met die kernwoorden die er ook in zitten, dat zijn twee woorden die me zeer aanspreken. Binden en verheffen. Maar is zo'n richtingenstrijd niet verwarrend voor de achterban, voor de kiezer? Welke partij moeten we kiezen? Hamer, Timmermans? Maar ik zie helemaal geen richtingenstrijd op dit ogenblik. Ik zie, tenminste in dit stuk, daar zie ik een verhaal waarin je zegt van hoor eens, we moeten weer eens even goed nadenken. Waar staat die sociaaldemocratie voor? En dat er dan voor ons allerlei mensen roepen van er is richtingenstrijd, dat zie ik allemaal niet. Het gaat er nou om dat verhaal inhoudelijk op te bouwen. En daar doet hij zijn best voor. En dat vind ik dat hij daar mooie dingen over zegt. Laten wij eens aan tafel gaan zitten. Mariette Hamer, Frans Timmermans en ik. En ik wil daar best een kopje koffie tegenaan gooien. Onterecht is de Partij van de Arbeid heel erg geobsedeerd door de SP. Daarbij vergetend dat de SP ook al sinds de verkiezingen duurzaam 1/3 van zijn aanhang kwijt is. En het ook in de peilingen niet zo goed doet. En ik zou tegen de Partij van de Arbeid dan ook vooral willen zeggen, in plaats van je steeds te fixeren op de SP en daarmee ook steeds meer in de verdediging te raken, word autonoom, zoek samenwerking met partijen zoals GroenLinks, die graag vooruit willen en een sociaal en groen land willen maken. Maar wees vooral zelfstandig. Zo, hoi. Hoi, van harte welkom. Dankjewel. Zo, hier reis gehad. Ja. Hey, Timmermans. Waarom? Ik vind dat hij een heel goed idee heeft over Europa. En wat hij dan over de SP zegt, dat komt daar volstrekt mee overeen. U bent ook een beetje anti-SP. Nou, anti. Ik hoef hier samen, nee. Ja, ik denk dat Hamer nu een kans, de lijn Hamer nu een kans verdient ondertussen. Mevrouw Hamer heeft mij nog niet overtuigd. Dus Timmermans voorlopig. Ja. Ik maak me eerlijk gezegd zorgen over onze stand in de peilingen. Dat betekent dat mensen nou ja, blijkbaar niet voldoende vertrouwen in ons hebben. Dat is mijn grootste zorg vanavond, eerlijk gezegd. Nog een richtingenstrijd? Nou, ik geloof niet dat het een richtingenstrijd is. Ik zie dat zowel Timmermans als Hamer zeggen, nou ja, je moet scherper duidelijk maken waar je voor staat als Partij van de Arbeid. We staan voor een eerlijke samenleving. En waar je zeg maar niet de ogen sluit voor ontwikkelingen van nu, maar ook de verworvenheden van vroeger niet op wil geven. Dus wat dat betreft, dat zou ook de boodschap naar Nederlanders moeten zijn. Daar staan wij voor en dat willen we graag aan hun vertellen. In de zaal was het vanavond bloedheet en de discussie was op zijn zachtst gezegd niet erg opwindend. Jacques Monash, u was in de zaal, kritisch PvdA-lid. Voor wie kiest u in die richtingenstrijd?
Nou, kijk, ik ben verbaasd op het artikel van Timmermans. Want hij zegt dat hij voor een progressieve samenwerking met GroenLinks en D66. Maar spreekt zich in het artikel op heel veel punten tegen. Hij wil bestuurlijke vernieuwing hebben, maar hij wil zelf geen referendum over zijn eigen EU-verdrag. De Partij van de Arbeid is tegen het ontslagrecht. Dat vindt GroenLinks en D66 denken daar totaal anders over. Dus de vraag is dan eigenlijk van, Timmermans pleit wel voor iets, maar zijn artikel blijkt eigenlijk tegenovergestelde. En dus kiest u voor? Ik voel me veel meer thuis bij de lijn Hamer, die niet gaat reageren van kiezers zijn bang en angstig en ze snappen de complexiteit niet. Kiezers willen gewoon zekerheid dat ze goed onderwijs hebben en goede gezondheidszorg, dat die verpleeghuizen op orde komen. Dat is een zekerheid die kiezers vragen en die moet je ze geven. En dan moet je ze niet zoals Timmermans en veel mensen de laatste tijd doen gaan zeggen van, jullie zijn bang en jullie zijn angstig en jullie zijn conservatief. Dat zijn mensen helemaal niet. Mensen zijn heel erg solidair en daar moet je ze op aanspreken. Is de kiezer niet een beetje in de war door deze richtingenstrijd, denkt u? Nou ja, het is misschien wel goed, hè? want het wordt elke week gaan de peilingen verder naar beneden. Dus het is misschien goed dat het eruit komt, dat je gewoon aangeeft, er is een sociaal-democratische vleugel en er zijn ook nog een aantal links-liberalen. Nou, ik denk dat de sociaal-democratische vleugel te lang verwaarloosd is en dat daar heel nadrukkelijk weer die voorop moet staan. En Hamer staat daarvoor. Perfect. Nou, mevrouw Hamer, die rode veer die kunt u vast opsteken, zou ik zeggen. Maar uit het filmpje blijkt dat er toch wel mensen vinden dat er wel degelijk verschillende koersen zijn binnen de Partij van de Arbeid. Nou heeft u dat stuk van Timmermans gelezen. U wist geloof ik niet van tevoren dat het kwam, hè? Nee, ik wist niet dat het kwam. Nee, maar wat vond u ervan? Nou, ik vond het een goed stuk. Ik denk dat ik het voor 80% met Frans Timmermans eens ben. Hij benadrukt verbinden en verheffen. Dat is van mij ook een belangrijk punt. Maar wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is dat wij nu aan de slag gaan om resultaten voor mensen te boeken. Daar ben ik druk mee bezig met mijn fractie in de Tweede Kamer. En daar wil ik ook vooral snel weer mee aan de slag. Ja, dan gaat het ons natuurlijk toch even om die 20%, want the devil is in the detail. Die aangeslagen bokser, herkent u dat beeld? Nou, in ieder geval niet van mijzelf. Ik heb juist bij mijn aantreden gezegd, ik wil knokken, vechten voor de idealen van de Partij van de Arbeid. Daar ben ik druk mee bezig. Ik hoor ook dat mensen dat herkennen. Dus nee, aangeslagen zeker niet. Nee, en dan toch een cruciaal punt, die samenwerking met de SP. U bent juist koffie gaan drinken. Lekker? Ja, hij is bij mij geweest, dus het was lekkere koffie. Ja, en Timmermans die zegt dan, ja, maar samenwerking is onmogelijk. Dat lijkt me toch twee heel verschillende standpunten. Ja, dat is ook een beetje raar, want we hebben 4 jaar lang oppositie met de SP samengevoerd. Mijn reden was eigenlijk vooral dat ik merkte dat sinds we in het kabinet zitten de verstandhoudingen wat afgekoeld waren. En nou, daar wilde ik met Jan Marijnis over hebben. Maar in het interview waarin ik hem heb uitgenodigd voor die koffie, heb ik ook gezegd dat ik samen wil werken met GroenLinks en D66. Dus in die zin niks aan de hand. Moeten we eigenlijk niet samenwerken met het CDA? Nou, dat moet ook, hè. Dus ik wil vooral resultaten boeken voor mensen. Ik wil ook vooral uitgaan van de kracht van mijn eigen PvdA. Dat doe ik natuurlijk vooral in het kabinet. Maar ik heb gezegd, ik wil ook in de Kamer kijken waar ik meerderheden kan halen. Daar kan ik de SP soms bij gebruiken. En soms GroenLinks of D66. Ja, iemand zei, ach, je moet het niet zien als een richtingenstrijd. Het is meer de pragmatische Mariette Hamer die de SP af en toe als wapen tegen dit kabinet wil gebruiken. En de intellectuele Timmermans die graag een mooi stuk voor het NRC schrijft. Herkent u dat beeld? Nou, ik ben in ieder geval wel een doener, dat klopt. En ik heb u al gezegd, ik wil keihard aan de slag. Het gaat mij om de mensen, het gaat mij om resultaten. Wat we recent met de Wajong hebben gedaan. Mensen zorgen dat mensen aan het werk kunnen. Het gaat om de resultaten, dat is nu helder. Is toch de vraag, Timmermans zegt niet samenwerken met de SP. U zegt wel, wie gaat er uiteindelijk over? Uiteindelijk ga ik erover, want ik zit in de Tweede Kamer. En ik heb gezegd, ik ga natuurlijk vooral met de partijen in het kabinet. Maar ik ga ook kijken hoe we dat met de SP soms en soms met GroenLinks voor elkaar kunnen krijgen. Ja, heeft u al met Timmermans over zijn opmerkelijke uitspraken gepraat? Nee, heb ik nog niet gedaan. Ik heb zijn stuk gelezen en toen dacht ik, volgens mij gaat het heel goed tussen Frans en mij. En hij weet nu wat u ervan vindt. Zo is het. Oké, dank u wel.